I need you. I need you. I need you. Maakt met deze twee nieuwe modellen, de X5 en de X10, de cirkel rond. En waarom zeg ik dat, de cirkel rond? Omdat zij bovenaan de top de Quest Pro hebben. Een stapje lager hebben zij de Q40 en nog een stapje lager hebben zij de Q20. Die middenklasse is in tweeën verdeeld, dus in de lage middenklasse en in de hoge middenklasse, voelen die twee Q-series zich heel erg thuis. Dat betekent dus dat er een klein gaatje was bij de beginnersmetaaldetectors, de starters. En daarom hebben zij de X5 en de X10 gemaakt. Als we naar de interface van de X5 kijken, dan zien we dus, als we deze indrukken, kunnen we kiezen tussen muntjes, jewelry of all metal. Drie modes. De plus en de min zijn voor de sensitivity. Dit is de pinpointer modus. En dit is dezelfde ground balance als die ook op de X10 zit. Indrukken en pompen. Als we kijken naar de interface van de X10, zo gaat die aan, dan zie je dat je drie modus hebt en een persoonlijke. Door middel van hierop te drukken kan je de sensitivity hoger of lager zetten. Nog een keer drukken kan je hier wat dingen uitfilteren. En hiermee kan je de geluiden aanpassen. Hier zit nog een pinpointer functie en hier zit de ground balance functie. De ground balance functie druk je in en pomp je heen en weer. Ben je nou nieuwsgierig hoe deze machines zich gaan gedragen op het veld, op een speelweide of op een strandje? Dan moet je mijn kanaal even in de gaten houden, want ik ga de komende periode beide machines uitproberen en kijken wat ik ervan vind.